belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. Nadat de Fundación Cuido die ambulance al eerder aan de bel had getrokken bij de regering, is gisteren in de ministerraad besloten dat Curaçao 3 nieuwe ambulances gaat aanschaffen. Dat heeft minister van Gezondheid, Natuur en Milieu Dorothy Pieters-Janga bekendgemaakt. Het bericht is positief ontvangen binnen de gezondheidszorg op Curaçao. Volgens de Fundación Cuido die ambulance is de aanschaf van 3 ambulances nodig. De rechter heeft gisteren 3 mannen veroordeeld tot elk 6 jaar gevangenisstraf. Het gaat om 2 mannen uit de Dominicaanse Republiek en 1 man uit Venezuela. Volgens de rechter is bewezen verklaard dat ze op 18 september van dit jaar 600 kilo cocaïne proberen te vervoeren en Curaçao binnen te krijgen. De rechter heeft de straf opgelegd die door het Openbaar Ministerie was geëist. Na Qualectra, nós atuamos tempo para ser vivo, ora com mais da comunidade. Chama no centro de cliente, na telefone 0800-0135, de dia luna para dia viernes, fora de setor de mente até com setor de noite, para turno serviço não, off para transita. Se você quer transita para dia sabra, também por favor. Para escolher para a cita, riba aqualectra.com e aproveitar a mesura, põe o documento na cerca, para a visita cerca nos vai mais fácil. Sim, sí, a Qualectra, seu centro de cliente, está claro para ser vivo na e momento que está comendo a bo. Een delegatie onder leiding van minister van Financiën, Javier Silvania, heeft onlangs een bezoek gebracht aan Malta. Daar is er onder meer gesproken over de industrie van e-gaming en wetten rond e-gaming. Volgens de minister is het belangrijk dat Curaçao en Malta goed overleg hebben en onder meer praten over de aanpak van witwassen van geld en financiering van terrorisme via goksites. De rechter heeft gisteren een 33-jarige man veroordeeld tot 240 uur taakstraf en een half jaar voorwaardelijke gevangenisstraf. Ook moet de man 126.000 gulden terugbetalen. De medewerker van het ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn heeft volgens de rechter bijna 140.000 gulden achterover gedrukt. Dat geld is afkomstig van een fonds dat was bestemd voor mensen die hulp nodig hadden in de coronaperiode. Door middel van oplichting heeft de man het geld op zijn eigen rekening gekregen en daar kocht hij van alles en nog wat voor. Onder meer 20.000 gulden aan parfum en kleren en 15.000 gulden in restaurants. De politie heeft gisteren grote verkeerscontroles gehouden. Die vonden plaats op de Schottengatweg Zuist en op de Schottengatweg West. Daarbij zijn veel auto's aangehouden en veel boetes uitgedeeld. Onder meer voor het rijden zonder de juiste papieren en voor het rijden door rood licht. De politie laat weten dat ze in de toekomst meer verkeerscontroles zullen houden. De werkzaamheden aan de weg naar Soto zullen weer worden hervat. Dat heeft de minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning Charles Cooper laten weten. De werkzaamheden van de lange weg naar Soto waren even stilgelegd vanwege de langdurige regenval. Nu gaat het werk verder en Cooper zegt dat er nog veel meer werk te doen is. 80% van de wegen op Curaçao is in slechte staat, aldus de minister. De ene weg wat erger dan de andere, maar het geeft wel aan dat er veel werk te verrichten is. Op 70-jarige leeftijd debuteert Anastasia met een poëziebundel. De bundel heet In de naam der liefde en is drietalig. Alle gedichten staan zowel in het papiaments Nederlands als Engels afgedrukt. Morgen bij Landhuis Bloemhof wordt het boek gepresenteerd en zal Anastasia samen met andere dichters gedichten voorlezen. Mevrouw Anastasia, uw eerste poëziebundel. Dat is ja, nogal wat. Het is ook nog in 3 talen. De reden waarom u nu voor het eerst een poëziebundel heeft gepubliceerd, wat is die reden? Ik denk dat het te maken heeft met het besef vorig jaar. Dat toen ik besefte
dat ik een bepaalde leeftijd ging bereiken en dacht van, ja, het gaat richting het einde toe eigenlijk. En ik dacht, waarom zou ik niet iets nalaten? Het is een beetje pretentieus, maar ik dacht, als ik toch dat alles heb geschreven, waarom zou ik het niet proberen bij elkaar te brengen en te bundelen in een boek? Ik wist op dat moment niet eens of het inderdaad een boek zou worden, maar ik begon mijn gedichten bij elkaar te schrapen om het in één document bij elkaar te brengen. En die gedichten die waren al in verschillende talen? Ja, die waren al in verschillende talen en ik dacht van nou, ik heb gedichten in het Nederlands en het Papiamento geschreven en toch zijn de meeste in het Papiamento, daarna het Nederlands, maar toen ontdekte ik dat ik 2 gedichten in het Engels had of 3 of zo. En toen dacht ik nou, dan wil ik ze toch allemaal uitgeven en niet het ene weglaten en het andere wel of niet enzovoorts. Dus, en toen ik dat eenmaal besloot, toen zei ik, nee, dan wil ik ze allemaal in 3 talen. Ik ga het boek op 3 eilanden presenteren voorlopig. Op 25 november in Landhuis Bloemhof, Curaçao. 30 november op Bonaire en op 8 december op Aruba. Want ik heb op alle 3 eilanden gewoond en dan wil ik het ook zo. Kijk je ernaar uit naar de presentatie? Ik kijk er naar uit en ik kijk er tegenop. Dan moet je het opeens met iedereen delen. Hè? Dan zitten er mensen voor je die je daadwerkelijk ziet reageren op je gedicht. Ik moet gewoon toegeven, dus als vakpersoon, taalmens en zo, hebben ze natuurlijk het recht om het volledig af te kraken. Maar daar ben ik dus ook bang voor. Hè? Dan komen ze niet naar de lezing. Wat zeg je? Ze komen daarvoor niet naar de lezing, denk ik. Ik denk dat daar vooral de mensen komen die het heel mooi vinden. Ah, nou, laten we dat hopen. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.